HIV en zwerfgoedel. Wie is slimmer? De dwerg. Nou, een dwergpoedel die nog niet eens zo goed kan zien, wint gewoon van een zwerfpapegaai. Een hele goede morgen. Super leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe vlog. Mijn naam is Rianne en ik ga vandaag zelf weer een dag in vloggen. Ik kan je alleen wel vertellen dat het vandaag voor mij echt een rustdag is. Dus het wordt, ik ga nergens heen vandaag. De vogels zijn lekker los, lekker vliegen. Het is gewoon lekker een thuisdagje. Gewoon, wow. Dat heb ik ook niet vaak. Nee, ik heb dat niet zo vaak, een thuisdagje. Dus vandaag heb ik hem ingepland. Gordijntjes open. Och, de zon schijnt weer een beetje. Gisteren scheen niet meer. Daar was ik heel blij mee, want we hadden echt al, denk 4, 5, misschien al 6 dagen geen zon gezien. Nou, als je dat hebt, dan word je gewoon depressief. Is wel een beetje zo. We worden er in ieder geval niet heel vrolijk van. Laten we het daar maar op houden. Ja, zoals ik al zei, ik heb lekker een rustdagje. Ik ga ook echt niet heel veel doen eigenlijk. Het enige wat ik echt moet doen is even afwassen. Een wasmachine aanzetten. Die staat goed. Even kijken. Of het allemaal goed staat. Qua graden, want anders heb ik straks te kleine kleren. is ook geen optie. Goed. Ja, ik hou dus lekker een rustdagje. Ik heb daar meerdere redenen voor. Ik heb best wel een hectische week weer achter de rug. Voornamelijk met sporten, maar ook gewoon met werk. Gisteren gezellig gesport met mijn broer. Daar hebben we nog een heel klein filmpje van trouwens. Is wel leuk om te laten zien. Ja, ik wil zeggen, 6 kilo minder. Je moet niet lachen. Sorry, ik weet het. Het ziet er ook heel raar uit. Lijkt me altijd dat ik een hele grote baan heb, is dat ik te werken. Vorige keer zei je nog dat je bier had, maar ook zei je niet kunnen krijgen. Alsof je een biertje daar hebt. Ja, dat is altijd. Wel een heel groot biertje. Ja, daardoor heb ik nu gigantische spierpijn. Voornamelijk in mijn armen, schouders. Ja, dat krijg je ervan als je dat gaat trainen. Krijg je spierpijn. Ja, hoort er allemaal bij. Maar goed. Hier? Maxi. Zachtjes. Zachtjes. Ja, de zon schijnt. Ga je weer badderen? Is het weer zover? Gaan we weer wassen? Of gaan we nu alleen drinken? Ze gebruikt namelijk de drinkbak echt soms als een wasbak. Ja? Is het zover? Ja? Ja, het is zover. Ik heb ook gewoon een groter bad voor je. Dat kan ik gewoon zo pakken. Maar ja, daar ben ik nu al een beetje te laat mee. Want als ik dat nu ga doen, dan heeft ze er geen zin meer in. Of eigenwijze vogels gesproken. Maar goed. ik zat van de week. Dat was al komisch, dat heb ik ook gefilmd. Ik zat van de week zat ik op de bank. En volgens mij zit er zelfs water op de lens. En ik zat hier gewoon lekker een beetje te chillen, een beetje filmpjes te kijken. En op een gegeven moment, heel af en toe neem ik eens de tijd voor Maxi. Maxi is helemaal weg van één vogel en die heet Coco. Die staat op YouTube, staat een filmpje van. Het is een pratende pakiet volgens mij of zo. Maar goed, ze is helemaal weg van. Dus soms zet ik hem wel eens op voor haar en dan komt ze gezellig bij mij zitten. En dan gaan we soort van samen ernaar kijken ofzo. Het is een beetje apart, maar super gezellig. Maar nu kwam Lizzie er voor het eerst ook gezellig bij zitten. Die kwam dan op mijn hoofd zitten. Het was echt
apart. Ja. Ik zit een beetje te chillen op de bank. En hier zit Lizzie. Hier zit Maxi. Want dit is namelijk Maxi, haar favoriete filmpje. Is Coco, hè? Het is eigenlijk voor het eerst dat Lissy er nu bij komt zitten, op mijn hoofd. Oh, daar gaat ze hoor. Het is heel charmant dit. Hele charmante beelden, maar het is wel zo gezellig. Goed, het enige wat ik echt vandaag wel wilde doen is even mijn tekenhobby, vandaag gaan doen. Ik kom er even niet uit de woorden. Maar... ik heb dus een grote tekenhobby. Ik vind tekenen echt heerlijk. Alleen heb ik er gewoon echt heel weinig tijd voor. En op dit soort dagen vergeet ik dan weer, oh ja, ik heb nog hobby's om te doen. Dat zou ik ook kunnen doen in plaats van heel de dag Netflix kijken bijvoorbeeld. Want dat doe ik ook wel eens hoor. Ik zit dan soms echt als hele dagen achter Netflix. Dat vind ik ook heerlijk om te doen. Dan een lekker serie kijken. Maar ja, ik had vandaag zoiets. Ik ga vandaag gewoon lekker echt tekenen. Ik heb er echt zin in. Ik ga gewoon lekker tekenen. Dus, ik ga mijn tekenspullen pakken. En ik ga lekker tekenen. Nou, het enige wat ik eigenlijk nodig heb is gewoon papier en potlood. En dan heb ik nog een doosje met lineaals en geopassen en alles. Puntenslijper. Hé, hey, de gum is voor het zien. Die zal wel daarin zitten. Deze is trouwens ook zo'n leuke, die pen. Die heb ik pas gehad van iemand. En er zit dan een pakketje op, zo leuk. Nou kijk, hier hebben we een gun. Goed, schoolboeken kunnen aan de kant. Die zijn voor volgende week weer... aan de beurt. Ik kan je vertellen, het is geen makkelijke studie. Het is echt pittig. Kijk, let maar even niet op de rommel, want het hangt gewoon zoals het even hangt. Maar ondertussen dat ik mijn spullen pak... heb ik een schaal neergezet vol met boerenkool. Want Maxi is er helemaal weg van. Ik koop dit echt speciaal voor hun. Ik koop dan ook echt maar een heel klein beetje als dit. En dat ga ik dan speciaal naar zo'n groenteboer waar het lekker super goedkoop is en zo. En dan haal ik dat en dan doe ik meestal in de schaal en dan gewoon water erbij. Dat vinden ze gewoon helemaal prachtig. En ik hoop stiekem dat Lissy ook vandaag komt kijken. Want Lissy die heeft nog nooit boerenkool op. Die is echt nog zo jong, die heeft het nog nooit op. Maxi, die is helemaal weg ervan. Sorry, het wordt een beetje een vogelpakiet vlog zo. Maar kom maar kijken. Ja, kom kijken. Ja. Ik zet even op pauze. Ik ben lekker aan het oefenen met voornamelijk gezichtsonderdelen eigenlijk. Neus, ogen. Ik ben daar heel erg mee aan het oefenen. Want ik teken best wel wat mensen tegenwoordig. Vind ik gewoon heel erg leuk om te doen. Dit was echt mijn eerste tekening voor vandaag. Ja, dat kan je ook wel een beetje zien. Maar wat ik voornamelijk dus heel erg moeilijk vind is de mond en de neus. Ogen gaan nog wel. Nou, is dit wel echt een basisoog. Dit is meer gevorderd met wenkbrauwers en alles. Ondertussen ben ik mijn Paquita aan het opvoeden, want
dit in de gordijnen hangen, dat wil ik dus echt niet. ik hoorde dat de wasmachine klaar was, dus ik ga even mijn was fixen. En daarna ga ik verder met het tekenen. Wat misschien straks wel leuk is om te laten zien. Ik heb hem al, volgens mij heb ik al een paar tekeningen. Die klaar zijn. En die best wel oké zijn geworden. Ik ga even de was doen. Kijk, dit is misschien wel leuk om te laten zien. Ik heb mijn oude tekenmap gevonden. Dit is een tekening uit 2014. Ik teken eigenlijk zowat al... Nou, heel mijn leven wil ik niet zeggen, maar echt al heel erg lang teken ik. En dit zijn wel echt tekeningen uit de hand. Soms heb ik ook wel eens dingen gewoon echt overgetrokken. En dat waren dan... Even kijken hoor. Kijk, dat, nou, deze niet. Deze heeft mijn moeder getekend trouwens. Dit soort dingen. Oh, vrachtwagens. Dat trok ik dan altijd over. Maar deze zijn echt wel uit de hand getekend. 2014... Ja, deze vind ik echt nog steeds heel vet. Dat is echt best wel goed gelukt. Hier een tijger. Ook heel vet. Ja, toen was ik helemaal weg van dieren, tijgers voornamelijk. Vond ik echt heel vet om te maken. Paarden kwam er toen. Hondjes. Ook heel goed gelukt trouwens. Ook 2014. Jeetje, wat oud. En hier staat alweer geen datum. Dit is mijn eerste persoon die ik ook echt ken. Want dit is mijn zusje. Die ik heb getekend. Er staat geen datum op. Dat is een beetje jammer. Dat is een foto die ik ooit zelf ook heb genomen. En die heb ik dan nagetekend. Ja, heel vet. Heel vet. Ook heel mooi. En zoals jullie zien, ik kleur niet echt mijn tekeningen in, zeg maar. Ik vind het gewoon heel mooi in potlood. Maar ik heb nog een map. Ik ga even op zoek. Oh ja, mijn oude pakketjes. Kijk, ook hier heb ik mijn zusje weer met een paard. Dit is echt nog niet heel lang geleden, deze foto genomen. Deze heb ik niet zelf genomen trouwens. Deze die is door iemand anders genomen. Jammer dat er wat vlekken op zitten op de tekening. Dat vind ik echt jammer, maar... Ja, ik weet niet wat ik ervan vind. Ik weet niet, ik vind hem een beetje te liefst of zo. Ik weet niet. We zijn inmiddels al een paar uurtjes verder. Ik heb heel even de gordijnen een beetje dicht gedaan. Vandaar dat het een beetje donker is. Anders kon ik het niet zien. Want ik ben verschoven naar de computer. Ik heb namelijk een app gevonden die foto's even in Sketch, zeg maar, bewerkt. Zodat zeg maar, dat je je eigen foto hebt. Een hele goede, scherpe eigen foto. En die verandert die dan in een penseeltekening. En dat is echt ontzettend chill. Want via die penseeltekening kan ik het zo uit de hand gewoon hoppakee overtrekken. Niet overtrekken, overtekenen. Je kan het ook eventueel overtrekken. Als je niet zo'n goede tekenaar bent, dan kan je het overtrekken. Ik doe het gewoon lekker vanuit de hand. Dat vind ik gewoon veel lekkerder. En daar ben je gewoon lekker wat langer mee bezig ook. Dus bij deze heb ik nu deze getekend. Hij is nog niet helemaal af. Dit is een vriendin van mij. Die pas een make-up dingetje heeft gedaan. Een make-up cursus bedoel ik. En ze stuurde zo'n gave foto op. Dat ik dacht, nou die ga ik gewoon een keertje tekenen. Dus daar ben ik nu mee bezig. En hij is echt wel heel vet geworden. Hij is nog niet af. Want er zitten in deze trui zitten hele fijne lijntjes. En die ga ik nu even tekenen met een liniaal. Dus dat gaan we nu even doen.
Ik ben heel benieuwd wat ze ervan gaat vinden. Want ik ga hem natuurlijk wel even doorappen vandaag. Ik ga jullie even zo neerzetten. En dan ga ik heel eventjes die lijntjes tekenen. In de trui. En het gekste is dat in deze trui de lijntjes ook allemaal hartstikke schuin staan. Dus dat moet ik allemaal wel even precies doen. Dus het is dan een precies werk. En ik ga het heel licht doen. Want als ik het nou niet mooi vind, dan kan ik het eruit halen. Dan gum ik het gewoon weg. Oké, nou heb ik hem bijna helemaal gedaan, heel de trui, alleen de mouw nog niet. Maar dat wordt gewoon heel erg lastig, omdat de mouw die valt rond, zeg maar, in zijn streepjes. Dus dan moet ik de hele tijd zo ronde streepjes maken. Dus ik ga even kijken of ik zo'n lineaal heb. Want dat zou een stuk makkelijker zijn met een lineaal. Want uit de hand wordt erg pittig. Maar hij wordt echt vet. Ik vind dat die streepjes het toch een beetje afmaakt. Ja, echt heel leuk. Ik heb de moedervlekken ook gewoon getekend. Ik denk, ja, het is wel gewoon met wie ze is. Ondertussen zijn we inmiddels alweer in de avond aangeraakt. Het is behoorlijk donker geworden inmiddels. En heb ik 2 portretfoto's, portrettekeningen kunnen maken. Ik ben helemaal door de war, omdat ik ook met constant met foto's bezig ben en met andere dingen tussendoor. Ik kan jullie wel de app meegeven voor als je het ook een keertje wil gaan doen. Je hebt namelijk hier de Snapstouts of zoiets. Goed, dit is de website. Als je dit intypt. Laat het even staan. Als je dit intypt, dan kom je er wel. En dan krijg je als het goed is dit te zien. Nou is dit weer een foto van een vriendin van mij. Maar wat je dan doet, is hier bestand kiezen. En daar zet je je foto in. En dan upload je hem. En dan kan je of deze aanklikken, of die, of allebei. En dan klik je op sketch. En dan tekent het programma je foto voor je, zeg maar. En dan kan je 2 dingen doen. Je kan het gaan overtrekken. Dat kan natuurlijk. Maar je kan het ook lekker na gaan tekenen. Dus dat je je blaadje gewoon lekker hier legt. En dat je het na gaat zitten tekenen. Nou, dat heb ik dus nu eigenlijk gewoon heel de dag zitten doen bijna. Ik heb nu 2 tekeningen af. En ik wil er eigenlijk nog eentje maken. En dan ga ik ze doorappen naar de personen van wie ze zijn. Ik heb ze al een beetje zitten informeren en ze zijn heel benieuwd wat het wordt. Want ja, ze hebben wel tekeningen van mij gezien, dus dan zijn ze sowieso wel benieuwd. Gaat helemaal goed komen. De tentoonstelling. Ja, dit zijn ze uiteindelijk geworden. Dit is... ik ga geen namen noemen, want ik weet niet of ze... Of ze dat willen. Dus. maar goed, het zijn allemaal vriendinnen van mij. En ik vind deze echt heel goed gelukt. Die is echt heel goed gelukt. Maar deze ook. Ik ga even een lampje aanzetten, want dan zie je het iets beter. Die is echt heel goed gelukt. Dit is het eerste van vandaag. Maar ook die is heel goed gelukt. Alleen, ja, dit vind ik dan weer wat minder mooi. Maar dat, ja, het zat in de foto. Dus ja, ik had het weg kunnen laten. Maar, het is wel oké. En dan is dit de laatste. En die vind ik echt wel de minst mooie. Maar deze foto is gewoon heel raar genomen. Dus een beetje enthousiast zelfs genomen. Dus we trekken allebei een beetje aparte gezichten en...
Ja, we hebben ook allebei een paardenstaart in, dus dat vind ik altijd een nadeel om te tekenen. Vind ik echt heel moeilijk. Want het haar zit dan altijd best wel strak naar achter. En het is gewoon niet zo mooi als dat je bijvoorbeeld echt mooi los haar hebt, zoals hier. Dat vind ik veel leuker om te tekenen ook dan dit. En dat zie ik ook wel heel erg terug in mijn tekeningen. Maar goed, ze zijn alle drie gelukt op zich. Ik ben er heel blij mee. En ik ga ze zo meteen doorsturen. Voor nu ga ik lekker de vlog afsluiten. Ik heb hier de kaarsjes aangezet. Ik ga zo meteen lekker verder relaxen. Het is echt een relax. Wow, beetje laag. Een relax zaterdagje. Ja, heerlijk. Ik kan er echt van genieten. En soms heb je dat ook gewoon eens even nodig. Dus ik hoop dat jullie het heel erg leuk vonden om eens een keer te kijken, mee te kijken met een van mijn hobby's. Dit is nog maar één van mijn hobby's. Ik heb er 3 miljoen. Ik heb er echt heel veel. Maar ik heb er meestal geen tijd voor, ook voor dit. Het tekenen. Of ik kom er niet aan, of ik denk er niet aan. Dat is het vaak. Dat is altijd wel een beetje jammer. Dus ik geniet onwijs van deze dagjes. En ik hoop dat jullie het een beetje leuk vonden om mee te kijken. En anders, ja, dan doei. Nee, maar ik hoor het wel weer. Ik ga kijken of ik de reacties weer aankrijg. Want ik kreeg van de week allemaal berichtjes binnen van mensen die mijn vlogs kijken. En die zeiden allemaal, ja, we kunnen niet reageren op de vlogs. En dus dat vond ik wel een beetje vervelend. Het is natuurlijk voor jullie ook heel vervelend, maar voor mezelf ook. Dus ik heb er even naar gekeken en ik heb het knopje omgezet. Want de reacties stonden dus gewoon blijkbaar uit. Dat wist ik niet. Dus dat is allemaal gefixt. Dus als het goed is, kunnen jullie gewoon weer reageren. Ook op deze vlog die er nu aan gaat komen. Dus ja. Ben je nou nog niet geabonneerd op mijn kanaal? Dan kan het hier beneden op de rode knop. En voor de rest zie ik jullie gewoon weer in de volgende vlog. Doeg!